Welkom op Stads F1 en welkom in het oude stadhuis. Hierboven wordt de laatste raadsvergadering van 2018 gehouden, zoals hier achter mij is te zien. En we hebben met politieke bewindvoerders en raadsleden gekeken naar het afgelopen jaar. Wat bracht 2018 ons en wat gaat 2019 ons brengen? Welkom bij een nieuwe aflevering van Stads F1. Ja, 2018 was natuurlijk een bijzonder jaar, het verkiezingsjaar. En daar hebben we natuurlijk als lokale partij onze zeilen bijgezet om te zorgen dat we er nog zijn. Hè. We zijn er nog, we zijn de enigste grootste lokale partij, zeg ik altijd, in de raad. Hè, er zijn wel meer lokale partijen die meegedaan hebben aan de verkiezingen, maar wij zijn er nog. Nu een partij als 50PLUS die met 2 zetels in de gemeenteraad kwam, dat is een ongekend politiek feit. En waarbij de oudere kiezers weten te binden, want de beide concurrerende oudere partijen zijn allebei weggevaagd. Hè? Bob en Trots Open. Ja. Wij vertegenwoordigen de Breda's ouderen. We hebben afgelopen jaar als SP een verlies moeten leiden in de verkiezingen. Maar ik vind hoe dat de fractie zichzelf heeft opgepakt in de oppositierol en daarin ook gelijk zichzelf stevig neerzettend. Dat vind ik wel echt iets, daar ben ik heel erg trots op. En ik ben er ook heel erg trots op dat ik er een onderdeel van mag zijn. Nou, we hebben bij de verkiezingen weer 4 zetels gehaald. Overal in het land verloor de Partij van de Arbeid, maar in Breda bleven we overeind. En dat is een heel mooi succes. Nou ja, het allergrootste succes was natuurlijk dat wij 11 zetels haalden, maar liefst. Waar we zelf niet het minste om verbaasd waren. En daarachter zat eigenlijk gewoon een hele goede campagne, durf ik gewoon echt wel te zeggen. Waar we met een groot team de stad ingetrokken zijn. Met heel veel mensen gesproken hebben over wat ze bezighoudt. En ik denk dat we erin geslaagd zijn om dat te vertalen naar een coalitieakkoord waar burgers zich ook echt in herkennen. En wat beschouw jij als je grootste succes van 2018? Ja, toch wel een hele fantastische verkiezingsuitslag van 3 naar 5 zetels. En ook de uitdaging om met een hele jonge, nieuwe fractie aan de slag te gaan. Daar een heel team van te maken. Ja, dat is heel goed gelukt. Ik stond wel redelijk laag op de lijst, maar ik had meer dan 300 stemmen. Dus ik werd er wel heel erg enthousiast van. Dus ik heb mijn schouders rondom mogen zetten en als burgerraadslid aan de slag kunnen gaan. Mark, wat was jouw grootste succes in 2018? Ja, groot succes. Eigenlijk 2 hele grote successen. Tenminste, als ik het zo mag omschrijven. 1 politiek en 1 persoonlijk. Verkiezingsuitslag, heel positief. 1352 stemmen. En dat had ik niet verwacht. Eerste keer politiek. En daar was ik heel trots op. Binnen het dorp Prinsenbeek met name heel veel stemmen. En ja, een ander hoogtepunt is nog niet zo heel lang geleden. Dus dat betekent begin november de uitverkiezing als prins van Bommeldonk. Ja, en dan ben ik ook even trots op, moet ik zeggen. Ik ben heel trots op mijn eigen afdeling. Ik ben naast burgerraadslid ben ik ook voorzitter van de afdeling Breda. En hoe mijn afdeling zich ingezet heeft voor de campagne en daar keihard voor gevochten heeft om een maximaal resultaat te halen. Ja, dat is echt mijn succes van het afgelopen jaar. Heb je ook een persoonlijk succes? Nou, ik zat de vorige keer dat ik bij jullie zat, begon ik over hardlopen. En ik heb dit jaar de 10 kilometer gelopen bij de singelloop. Dat is wel een persoonlijk succes. In welke tijd? Voor de luisteraars zijn vast veel mensen die het beter hebben gedaan, maar in 59 minuten. Ik vind het al helemaal goed. En voor jou een persoonlijk succes ook? Voor mij zit het ook in de hoek van sport. Ik heb de 10 miles in Tilburg, in de stad waar ik werkzaam ben, gelopen in 1 uur en 15 minuten. En 10 miles is? 16 kilometer. Jezus, wat goed. Mijn grootste succes is toch wel dat ik heb leren kruisen zetten in mijn agenda. En dat bedoel je? Dat ik tijd neem voor yoga, tijd neem voor mijn tuin, tijd neem voor die dingen waarvan je denkt dat doet het niet toe, maar het doet er wel toe. Waar ik het meest trots op ben, is dat ik me verder heb kunnen doorontwikkelen als sessievoorzitter. Ik ben er vorig jaar aan begonnen, commissievoorzitter, zeg maar. En in het begin dacht ik van, ja, is dat wel iets voor mij? Maar uiteindelijk is het gebleken dat het heel goed kan. En ik krijg daar de complimenten van mijn collega's. En ik zie dat toch wel als een groot succes. En sessies zijn wat vroeger de commissies waren hier tijdens die donderdagavonden? Ja, precies. Tijdens het Breda's Beraad hebben we parallele sessies. Dat zijn commissievergaderingen, zoals dat toen nog heette. En ik mag een aantal van die sessies voorzitten.
Nou, persoonlijk dat ik een nieuwe baan heb bij de gemeente Boksel en Sint-Mures-Gestel. Dus daar werk ik als omgevingswetdeskundige. Dus dat is wel een groot succes voor mij. Nou, mijn kinderen zitten nu allebei op het voortgezet onderwijs. En nou, dat is in één keer een wereld van schakelen. Ja. Met loslaten en ook van genieten. Wat je ziet, hoe dat ze groeien, hoe dat ze leren organiseren. Leren leren, zeg ik altijd. En weer stapjes in het leven gaan zetten. En daar geniet ik met name van. Want het is een vak apart, voorzitter? Ja, ja, want je zit dan aan de overkant, dus niet als raadslid. En dat is natuurlijk wel spannend af en toe, want je bent zelf ook raadslid, maar op dat moment niet. En dat is af en toe balanceren tussen het belang van de raadsleden en het belang van de raad als geheel. Dus dat is heel spannend is dat. Waar ga je je tanden in zetten in 2019? Nou, hier in de raad ga ik sowieso mijn tanden zetten in de omgevingswet en wat daar allemaal bij komt kijken. En vooral de buurten in met de afdeling en ophalen bij de mensen wat belangrijk is om hier in de raad te verkondigen, maar ook buiten op straat de mensen te helpen om Breda een stukje beter te maken in 2019. Wat ik vind is dat de inwoners van Breda meer van beleid moeten weten of deelnemen aan. We vragen het nodige van ze. Ik wil heel graag dat we goed kijken naar de regelgeving, naar de procedures. Remt het af of stimuleert het? Is het überhaupt wel nodig? En ook die regels wel gaan bekijken met de mensen die ze moeten uitvoeren. Ja, de eerste maanden denk ik wordt het heel carnavalesk. Dus dat betekent in mijn prinsschap. Maar politiek gezien denk ik dat wij, zeker als partij, maar ook persoonlijk, onszelf in moeten spannen voor de dorpen en de wijk. En daar gaat het over openbare ruimte, over onderhoud. Maar dan gaat het ook over woningbouw. Dus dat betekent, daar hebben we ook nog wat opgaves te voldoen. Zowel starters als senioren, die komen toch woningen tekort, ook in de dorpen. Ik wil de komende jaar in ieder geval het thema verkeersveiligheid agenderen en kijken of als we als raad meer kunnen doen om minder slachtoffers te hebben in onze stad. De A58, dat blijft ook nog een lastig verhaal. Dus dat zou heel mooi zijn als daar een mooie oplossing voor komt. Dat daar gewoon richting dorpen, Bavel, Ulvenhout, dat daar dat die gewoon gehoord worden en dat daar een oplossing voor komt. Armoede bij kinderen vinden wij heel belangrijk dat daar iets aan gebeurt. De sociale werkplaats, dat zijn allemaal dingen, ja, dat gaat allemaal veranderen. Jeugdzorg, ja, daar maken we ons allemaal heel erg zorgen over. Dus dat zijn dingen die sowieso al op ons afkomen. Ja, en dat willen we gewoon tot een heel goed einde brengen. Ik ga mij met name inzetten op het economisch beleid. Het economisch beleid klinkt heel erg saai, maar het bepaalt wel waar we het geld vandaan halen en waar we het naartoe brengen. En dat is volgens mij de ideale plek om te bepalen of Nederland, of Breda, pardon, een stad... Maar Nederland is Breda. Nederland is Breda, inderdaad. Nee, maar of Breda een stad van enkelen wordt of Breda van iedereen wordt. Het zou heel mooi zijn als we het volgend jaar voor elkaar krijgen dat de verenigingen in Breda, alle verenigingen, groot en klein, het geld gelijkwaardig verdelen. Waar ga je je tanden in zetten in 2019? Ik ga heel erg mijn tanden inzetten in betaalbare woningen. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we 3000 betaalbare woningen gaan bijbouwen. Maar afspreken is één, uiteindelijk tot realisatie brengen is een tweede. En dat laatste gaan we doen. En op welke termijn moeten ze dan daadwerkelijk staan? 2022 zou het toch heel mooi zijn als er echt het overgrote gedeelte van die 3000 gerealiseerd is. Dat wordt echt heel lastig, hè? Want het is moeilijk om in de stad ruimte te vinden. En het is moeilijk om aannemers te vinden die kunnen bouwen. En toch gaan we daar volop inzetten. En het tweede is dat ik heel graag echt in verbinding blijf met alle partijen in de stad. Maar ook met alle partijen in de raad. En daar hecht ik nog steeds heel veel waarde aan. Af en toe mag het gewoon lekker schuren in de politiek, vind ik. Maar ondertussen hebben we wel met z'n 39 even 4 jaar de verantwoordelijkheid voor deze stad. En ik vat dat ook heel persoonlijk op. En dat is een zware verantwoordelijkheid, vind ik echt. Nou, de grootste opgave voor 50-plussers is uiteraard ervoor te zorgen dat de tekorten op het sociaal domein in Breda worden opgevangen op een manier die de voorziening hiervan zo mogelijk stand houdt. Ik zou me heel erg hard willen maken voor de samenwerking van alle partijen op het dossier jeugdzorg. Omdat dat een onderwerp is waar echt flink op bezuinigd moet worden en waarbij we moeten zorgen dat de jeugd daar niet de dupe van wordt. En dat zou fijn zijn als we dat met z'n allen raadsbreed oppakken. En voor jou, 2019, wat wordt jouw grootste succes dan?
Mijn grootste succes wordt, hoop ik, de leefbaarheid in de Bredaanse wijken bevorderen en terugname van schoolverlaters. En hoe ga je dat doen? Samen met de andere partijen, mijn portefeuillehouder die over onderwijs gaat, om te kijken of wij mooie verbindingen kunnen leggen. Ik sta zelf op de lijst voor de provinciale verkiezingen. En ik hoop ook daar Breda goed kan gaan vertegenwoordigen. Maar daar heb ik de Bredaanse mensen voor nodig, de Bredaanse stemmen. En ik hoop dat ze me daarin steunen. In 2019, wat is het belangrijkste wat je op gaat pakken? Presentatie, hoe ik mezelf presenteer, hoe ik sta, hoe ik spreek in de raad. Dat zijn belangrijke dingen die ik denk, dat kan nog wel even wat beter. Leuk. De sociale cohesie van de samenleving, dat is iets waar Breda 97 voor staat. Met al zijn vrijwilligers die de schouders in alle dorpen en wijken zetten. Nou, dat willen we graag een hart onder de riem steken. Daar staan wij ook voor als organisatie om te zorgen dat die op een hoger plan komen. Dus dat is voor ons ook een uitdaging, want dat is nou net een onderdeeltje wat in het bestuursakkoord wat minder aanwezig is. En een boodschap voor 2019 voor onze kijkers. Nou, dat sowieso. 2019, zeg maar, zou ik iedere Bredaaner een heel gezond, vooral sportief 2019 wensen. En er gaan natuurlijk heel veel dingen gebeuren in 2019, maar voor mij wordt het eigenlijk wel het aanloopjaar van de Vuelta in 2020. En heeft u nog een korte wens voor 2019 voor de kijkers? Nou, ik hoop dat de kijkers ook mijn boodschap begrijpen als ik zeg dat de verkiezingen zijn voor het waterschap. Dat ik een lijsttrekker ben van 50+. En ik hoop dat we een goede uitslag maken voor de taken van het waterschap, voor het klimaatprobleem steeds belangrijker. Een heel mooi en groen 2019, vooral gezond en ook inderdaad voor mensen in armoede, dat ze het net even beter krijgen. Ten eerste zou ik de kijkers graag willen uitnodigen om een keer ook de raad mee te maken. De raad is er door, voor en met jullie. Tegenwoordig hebben we ook het Breda's Beraad zo ingesteld dat je als burgers met minimaal 50 handtekeningen ook onderwerpen bij ons op de agenda kan zetten die jullie het hardste aangaan en waarvoor je bang bent dat wij ze zeg maar zouden laten passeren. Dus ik nodig zeg maar graag alle burgers uit om in 2019 nog meer richting het stadhuis te komen. En uiteraard wens ik alle burgers in Breda een gezond en gelukkig leven toe in 2019 namens Breda 97. Maar ik zou zeggen, kom gerust naar ons toe. Bel ons op, vind ons ergens op internet of wat dan ook. Maar zorg in ieder geval dat we in contact blijven, want we kunnen samen meer bereiken dan alleen. Gezondheid en dat kunnen hebben samen met elkaar is toch wel, heb ik ook zelf privé ontdekt, een van de allergrootste dingen waar we onszelf, wat we onszelf kunnen toewensen. En wat ik heel graag ook de kijkers toewens. Ik wil iedereen namelijk gewoon veel geluk, gezondheid en plezier wensen in heel 2019. En we zien jullie graag. Ja, de allerbelangrijkste wens die iedereen heeft is gelukkig zijn en tegelijkertijd gezond zijn. En dat voor al je dierbaren. Ik denk dat dat het allermooiste is. Een prachtig jaar uiteraard, waar we met z'n allen een stapje kunnen zetten om meer duurzamer te zijn en meer groener te worden. En daar ook bewust van te zijn. En dat kan heel klein zijn door bijvoorbeeld je stenen uit je tuin te halen. Ik hoop dat 2019 het jaar wordt waarin mensen elkaar weer op alle niveaus weten te vinden in Breda. Breda brengt het samen en laat alle mensen ook voelen dat ze samengebracht worden. En dat als wethouder gezondheid zijnde echt in een goede gezondheid. Pas goed op jezelf, blijf vitaal en geniet vooral van het leven. Uiteraard een ongelooflijk gezond 2019. En verder wens ik iedereen toe dat die net zo trots op Breda gaat zijn als dat ik dat ben. 2019 wordt voor mij het jaar van nog steeds hele solide financiën, hele veilige wijken en een prachtige openbare ruimte waar iedereen een hartlust veilig en leefbaar en goed kan verblijven, spelen en zijn. Ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Hè? Mijn collega's die hebben al zoveel mooie woorden gezegd. Maar ik hoop oprecht dat iedereen het volgend jaar een klein beetje beter krijgt. De economie die gaat hartstikke goed. Er zijn heel veel mooie nieuwe banen bijgekomen. Als overheid werken we er heel hard aan om de bedrijven ook gewoon echt in de ruimte te geven om te groeien. Dus ik hoop dat elke Bredaanaar volgend jaar met heel veel geluk, gezondheid, het een klein beetje beter krijgt dan het afgelopen jaar. Dank jullie wel allemaal. Dat was hem al. Het team van Stadserf 1 wenst al onze kijkers een geweldig 2019. Wij maken met heel veel plezier dit programma voor u en we hopen dat u ook in 2019 blijft kijken. Hey, dit wordt wel het item van het jaar, hoor. Ja. Goed weer.